S Cool on the beat. So I'm at my bachelor's party. Nee, maar begin. Zoals ze je brengen. Ja.
Ik vroeg het gewoon van, hey, kan je me brengen? Oh, wie heb jij? Ik vroeg van, hey, breng me dan. Maar één keer? Ja, eerste keer had ik haar gevraagd, want volgens mij de allereerste keer was ze niet vaker. Op een gegeven moment bleef ze gewoon dan. Ja, bleef wel. Weet toch? Oké. Maar, grappig is... Movement. Kijk, je merkt van...
Wat is er met je? Hij moet me! Hij is nog
toch, was hij klaar? Ja, man! Sorry, hoi juist. Hij is klaar, man! Boys, sneller, boys! Alleen je sneller! Kom op, kwart! Hij brengt u later in de game, man! Blazen! Ja man. Wat takker. Hé, wat dat je moet hebben, joh. Broer. Audio! Ja man, dat is aan het winnen, man. Weet je wie ziet me? Ready? Ja. Ready? Ja. Go! Ja, die vraag is ook.
Fella. Oh, hey, man. Look at Pastor Byron, really, really focus. But really patient. Odi for Ezra. Take it, take it. Just breathe, just breathe, breathe, breathe. Air for, air for. Ready? Bill, you step forward. Okay. Ready? 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 Yeah. Go! Focus! Focus! Stand up! Gift is ours, bro. You're about to lose gift, bro. Because of the gift. Because of the gift. Yeah. And I had to. You, I know. I know. Gifty! We just sold you! Hell no! Gifty is ours, man! Is vandaag een winnaar? Was een spetterende wedstrijd. Spanning viel te snijden. En jammer genoeg kan er maar één winnaar zijn. En bij pijn in mijn hart moet ik het toch zeggen: het is de Roy Team. Dames en heren, een hartelijk applaus voor Roy Team. Tickets. Ja, en je ziet ook meteen hoe vrij hij is. Mm. Gewoon, en ik, vandaag is eigenlijk een van de laatste dagen dat je mag helemaal vrij bent. Freedom! Ja, is freedom. Maar je ziet gewoon dat Gifty je gewoon blij gaat maken voor de rest van je leven. Ik hoop dat jij deze glimlach kan vasthouden. Van vrijheid en ook blijdschap. Nou, man. Thanks, man. Go dive in! Nou, eigenlijk, ik weet niet of we dit gaan doen, maar je weet jezelf. Cut your cake according to your size. Cut your size. That's all. You cut this, and as you cut it, may you be blessed. Wow. Jesus. In the name of the Father, the what? The Son. I want the Holy Spirit. Yeah. Unto the Lord. Let me see which position in the name. In the name of the Father, and the Son, and the
But please open it on this way. On the other side. This wall has been painted. It has been painted. 1 week ago. Please. Please. Watch out. Let the sermon lead you. Let wisdom carry you. We don't want to see the blood. We don't want to see. Everything we do, let understanding what. Do it. The name of the... Iedereen glas. So guys, what we're going to do right now... Hey! Come inside. That's what we're going to do right now. We're about to pour like some of this drink. Colin! Iedereen! Okay! Three! Wow! So are you guys ready? Wow. Are you guys ready? We're ready. Back up. It's yours. Ready. Ready. Yes. Three. Ready. Two. One. Flow. April 2. Double for your trouble. Double. Wait, what's sofa pie? Nah, my sofa pie. It's not easy to have a woman. Oh, it's not easy. I don't trust. Are you ready? Yes. Three. Name of the Father, Son, and the Holy Spirit. Wow. And another one. Tuurlijk heb je drie glazen nodig als iedereen volle geeft. Ze zijn een champagne zo. Everyone had that then? On this only drink alcohol. It's alcohol food. Yeah, give it. Laat iedereen. Positief. Is positief. Zeggen. Before we leave this place, something. Proclaim something upon the life of Nana Ade. Wow, let me say you're calling, eh? Oh. Yeah. I can do the side eye. On your makeup, man. I'm not playing around. I receive it. I can't do it. You have to be empty in the church. Yeah, but some of us can. Okay, well. Okay, what? Proxy MC, please.
Begin even met, zeg even iets wat je geprobeerd hebt. Zeg even, wens ook iets positief. En ook gewoon, just say something. Dat is hè? Ja. Ja, maar was ja, nou, man, zes. Oké, ik zou zeggen, ik heb een Nana heel lang gekend. Vanaf atletiek. En hij was altijd een man van lange afstanden. En ik weet zo van Sam en Gifty gaat ook een hele lange afstand. Oh, yeah. Amen. Succes. Dankjewel. Blijf laag. Ja, dan. Oké, cheers. Oh, everybody's saying something, right? Everybody's saying something. Jongens, ja. Jongens. Oké, who's next? Ga dan. Jij. Nee, gewoon met de klok mee. Met de klok mee. Ezra. Oké, Ezra. Ik ken Sorry. Ik ken Bonzi via Gifty ook. En ik moet zeggen, het is echt een zegen geweest om hem in mijn leven te krijgen. Want de manier waarop hij mij, en niet alleen mij, maar ook gewoon zijn omgeving beïnvloedt. Weet je wel? Hij is gewoon, zijn ziel, zijn geest is zo krachtig. Hij beïnvloedt gewoon iedereen om zich heen. Op een positieve manier. Weet je? En ik wil zeggen, niet alleen namens mij. Namens Gifty, namens onze hele familie. Man of the house. Weet je, we zijn echt heel blij om jou te hebben. Dankjewel. Het is gewoon zo. Weet je, je bent welkom. En ja. Waarvoor ben ik wens jou en Gifty heel veel succes aan. Ja, we weten dat ik bid en ik zie gewoon precies dat het dan geweldig jullie gaat worden. Ik ken Gifty ook, Gifty natuurlijk. Maar ik ben blij dat je in haar leven bent. Ik zie dat ze gelukkig is. Ik hoop dat je er gelukkig houdt. Ja, dat is het wel. Amen. Amen. Dankjewel. Inzame naar de boom. Raja, Raja. Tonne. 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 Inderdaad, ik ken Bonzi ook heel lang. Eigenlijk sterker nog, mijn allereerste gig. Buiten de kerk. Wow. Dat bedoel ik met buiten de kerk. Shao Kao, dat is een worship event. Dat was via Bonzi en Koffie. En sterker nog, hij had eigenlijk een heleboel jongeren bij elkaar gebracht. Het is eigenlijk door Bonzi dat ik serieuzer ben geworden met muziek. We hadden toen nog een band en we gingen toen allemaal oefenen. Puur met het feit dat hij wilde dat we niet op straat gewoon random dingen gingen doen. En dat heeft me echt geholpen, tot nu toe zelfs nog steeds. Goed lied. Daarom. Gouden plaat. Maar anyway, dus ja, maar ik ben super dankbaar voor je bijdrage in mijn leven, maar ook gewoon voor iedereen. Ik zie het ook. Je ziet het om je heen. Iedereen is hier. En I wish you the best with Gifty. Thank you very much, man. As you drink this wine, maybe. Thank you for the white so sweet. Long life. So more love, bro. Wow. Man. Thank you, man. You try. Ja, man. Aan mijn broertje. Je bent gewoon een blessing voor. Veel van ons, echt aan ons allemaal, weet je, alle jongeren enzovoort. En zoals je laatst ook al zei, je hebt ons serieuzer gemaakt, je bent een vader geweest voor ons, een broeder geweest voor ons, een mentor. Je hebt ons gemotiveerd, weet je, je hebt ons een beetje gepamperd wanneer nodig was. Ik heb weer geslapen, ik had echt een kick was. Broeder is er mee gemaakt, weet je wat ik bedoel, dus. Je bent echt gewoon een bless geweest voor ons allemaal, voor alle jongeren. En ik hoop ook dat je gewoon een bless gaat zijn voor Gifty, voor de goede van onze blessing was. En gewoon much love. En gewoon het beste met alles wat je doet. Thanks man. Nice. Love. Ik ben niet bij heb je gesproken? Of? Nee, nog niet man. Hey, wow. Let it flow. Give me the... Ja man, volgens mij de meeste dingen zijn al gezegd. Ja, je bent voor iedereen de zegen waar je bent. Jij bepaalt eigenlijk de sfeer altijd. Ja. Ik kan me herinneren wanneer we jeugdconferenties hadden, wanneer we discussieavonden hadden. Jij was altijd zo moedig genoeg om altijd te praten en te zeggen wat je dacht. En ja, je aura, het is altijd aanwezig. En ja, we zijn je dankbaar. Ik noem jezelf Dr. Love. Ja, en ik denk, we komen allemaal van ver, we kennen je. En precies zoals die anderen hebben gezegd, je bent een vaderfiguur. Hoe jong je ook bent, je bent oud. je hebt geen haar meer. Tell us! Je bent echt onze grote broer. En ja, volgens mij ben ik zoals ouder dan je, maar ik heb je altijd gezien als mijn broer. Dus ik wens jou en Gifty echt een gezegende huwelijk. Echt, may you guys enjoy even more than I am enjoying my marriage. And believe me, I'm enjoying. Ja, man. May God triple that for you. En ik ben er altijd voor je. Yeah, en behalve van jou en Gifty. Ja? Thanks, man. To you, man. Heb je dat ook gesproken? Let it flow.
Bonzi. Oh, oké, okay, misschien. Long. Long time, man. Ja, echt, indeed, long time. En as in way back. Indeed, you have been talented. Je geest, je aura, inderdaad. Om vele zetten hebben het al gezegd. Je was. Je kon je. Als je het ging aanraken, was het al een zegen. En dat inspireert inderdaad gewoon vele mensen om ook gewoon het beste uit hen te halen. Young, gifty, mensen zien het al van buitenaf, van datgene wat zij gaan meemaken, gaan zien, it will just be fruitful. Dus ik wens jou echt veel wijsheid, want je hebt al wijsheden gekregen van die opa daarboven. Mag hij jou meer geven om jouw generatie, je inheritance, je generation, your kingdom, your vision echt uit te voeren. En ja man, dan we'll see you there, toch? Ja, yeah, zeker. Yeah, on the top. Man. See you on the top. We'll see you on the top, man. Yeah, man. Dus, love. Much love, man. Lili. Yes, man. Bonzi. Bonzi. Veel mensen hebben al dingen gezegd. Wat ik kan zeggen is van, ik ben heel dankbaar voor de dingen wat je voor ons hebt betekend. Voornamelijk voor moeder, dat je voor haar bij hebt gestaan. Gesteund altijd, ons gesteund, je bent van ons gesteund. Ik heb ook gezien van het begin toen je het laatste keer een poortje met Gifty ging. Volgde en zo. En ook de adviezen die je mag geven. Je bent altijd voor me klaargesteld als een grote broer. Ook aan mijn vader, jij bent. Oh, jij ook. Maar als ik iets nodig had, je stond altijd voor me klaar. Andersom ook. En daarvoor wil ik je echt veel bedanken. En, weet je, en ik wil ook zeggen, maar ik had al heel veel van je, weet je. Echt heel veel. En, weet je, en ja. En ik ben echt heel blij dat ik in mijn leven ben. Ja. Ik hoop dat je heel gelukkig bent. En ik weet dat je heel gelukkig gaat zijn. En ik ben ook hartstikke blij dat je ook een goede vrouw gevonden. Maar je hebt gewoon heel veel, weet toch, veel leuke dingen gaat tegenkomen in de toekomst. En hopelijk toch allemaal mooie bonsies. Kleine bonsies. Kleine bonsies. En ja, dus wat ik wil zeggen is van, geniet van je leven. Ja, dank je. Waarom mag hij wel knuffelen? Emmanuel, iedereen van Amono. Papa, papa moet ons eerst Manu. Eerst Manu. Oké, maar Emmanuel moet ook zeggen. Oké. Ja toch, eerst Junior en dan Senior. Ja, oké, waar zal ik beginnen? Bij het begin. obviously, ik heb Bonzi leren kennen toen hij nog bij Mami Julie speelde. Met koffie, toch, ze waren. Ze waren aan het brokken maken, man. Daarna kreeg ik stiekem een kans, mocht ik meedoen. Maar weet toch, onder veel druk. Maar het was sindsdien is eigenlijk ons vriendschap gewoon gegroeid. We hebben fases meegemaakt, NGB, NGAB. We hebben toch wel veel fases meegemaakt. Ja man, daarna ging uiteindelijk iedere kant op. Maar desondanks dat weer toch bleven onze paden altijd kruisen. En ik ben gewoon blij om te zien hoe jij bent gegroeid als persoon. Als muzikant. En ik ben blij ook om te zien waar je pad jou naartoe leidt. En ik weet gewoon dat God je gewoon daarbij zal helpen. En dat gewoon jou de wijsheid zal geven om alles te bereiken wat je wilt bereiken. En natuurlijk hoef je dit op dit moment niet alleen te doen. Want je hebt ook een partner gevonden. Dus daar natuurlijk ook blij voor. Dus ja, maar op Bonzi, man. Ja, wow. Yeah. Hey, je hebt afgeluisterd, hè? Wat een speech. Ja, man. Ik weet niet of hij afsluiten. Dat is een speech, ja. Afgesmink heb je, hè? Dan gaat je open hier, ook. Well, oké. Definitely, I'll come from a different perspective, you know? Yeah. Okay. So, all that I say is that he who finds a wife finds a good thing. Yeah, definitely. The thing is not the wife, but the marriage is the thing. Mm-hmm. You see? Gains the favor of the Lord. So as I've known you, you know, you've been very consistent and keep it up. And you know, realize that marriage in itself, God is the author of marriage. So don't forget him. If you start with him, he will end with you. Okay. So my prayer for you is that God will, or like he said, this time because of grace, we don't have double blessing. Double blessing is what we call the firstborn blessing, you see. And he said threefold blessing, you know, the joy.
We've gone beyond that mm-hmm. because of grace, because of the finished work of Christ. That's right. There is a hundredfold. Yes. See? So I decree and I declare hundredfold blessings Amen. Upon Amen. Your life Amen. You know, and upon your marriage. Amen. So stay blessed. Yes. And welcome. Thank you. Welcome to Thank the you. Yes. 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 So, it's. I mean, once you go home there, that's when things come up. You get to know her the more, and she gets to know you more. But in all these things, remember you are more than conqueror. That's right. Focus on Christ, and you will enjoy marriage. Amen. You will enjoy it. It's nice. Don't go that far. Ask Barrow. For the afterlife. Barrow, how is it? It's sweet. It's sweet. For the afterlife. Het is me al gefluisterd dat iemand nog iets wil zeggen. Oh, oké. Dus ja. Die oh ja. Yeah. Bonsie. Yes. Ik wil je heel erg bedanken voor alles wat je voor ons hebt gedaan. Ik kwam me eigenlijk aansluiten op William, maar mensen waren me voor. Ik ben gewoon blij dat altijd wanneer ik je nodig had, dat je er was. Heel de kamer heb je voor me omgebouwd, letterlijk. Iedereen die binnenkomt vindt het gewoon helemaal geweldig. En ik geniet het op de dag van vandaag nog steeds ervan. En ik weet gewoon van als ik iemand nodig heb, dat je er altijd voor ons klaar zal staan. En andersom ook. Ik ben super blij dat je een mooie verloofde wat toekomstige vrouw zou zijn over een paar dagen. En ik wens jullie echt heel veel geluk. En ja, hopelijk dat we je nog steeds kunnen bezoeken. Ja, dat zeker. Maar geniet ervan. Dank je wel. En God reis de zegen toegewenst. Dank je wel. Thank you guys all. Thank you guys all. Thank you guys all. I appreciate each and everyone individually, and you guys are family to me. Family, that's the word. You guys are family to me. Amen. In the sense that what I've seen today was mind blowing. You know, I didn't expect anything, but you guys organized yourself, came together as a family, and also see me as a family to give me this welcoming gift for me to start a new journey of life. And I thank God for also bringing you guys into my life, because the word of God says iron sharpens iron. Right. Yeah. So I sharpen you guys and you guys also sharpen me. Mm-hmm. And it is by the grace of God that we have all reached this far. Mm-hmm. And also the point that I am is also by the grace of God. And thank you all for also having an impact in my life. So I bless God for this wonderful family that he has given to me. So God, thank you. And also thank you for my wife that you have given to me. Amen. I forgot to say that the doors are always open. So my grandchildren, you bring them here. Yeah, take care of them. That's right. So ik wil hierbij iedereen bedanken, man. Bonzi's gift. Bonzi's gift. Yeah, man. Bonzi's gift.